Nou, daar staan we weer. Inderdaad. Vorige keer zaten we trouwens. Zaten we in de dugout. Ja, klopt. Ja. Nou goed, weer terug bij Hoogeveen. Nou goed, in het persbericht is het al een beetje kenbaar gemaakt. Hè. Omstandigheden vorige keer die een rol speelden, waardoor je verblijf korter was. Klopt. Dat was, ik denk nu 2 jaar geleden volgens mij. Nou, toen had ik toch werk, kleintje net geboren. Ja, dat was privé en werk, combinatie van. Dat ik toch had besloten eigenlijk binnen een maand om, eigenlijk terug bij Emmen, maar gewoon een jaar niet gevoetbald. Achteraf heel zonde. En ja, natuurlijk, dat draai je niet meer terug. Maar ik zie eigenlijk gewoon de toekomst positief tegemoet. Vandaar dat ik dit jaar gewoon weer voor Hoogeveen. Heb je nog lang moeten twijfelen nu? Want ja, je kunt je voorstellen dat er misschien wat reacties komen. Dat je denkt van, moet ik dit wel doen? Ja, klopt. Ik had al in de, op het werk hadden ze me al gepolst van hey, Hoogeveen weer. En dat was wel gewoon positief. Maar ik had via ook wel gehoord van, het is toch wel bijzonder. Ook vanuit de jeugd stempelde ze me van, lastige jongen misschien. Maar ja, die tijd is toch echt wel geweest. Dat is wel 10 jaar terug. Dus ik heb voor nu ook echt gezegd van, oké, dat was toen. En ik zal nu echt gewoon volledig gewoon volle bak gaan. Ik kan me voorstellen dat het jaar dat je dus hier op een gegeven moment in de voorbereiding uiteindelijk wegging, wel heel vervelend voor je is geweest, omdat je ook echt gewoon een jaar niet kon voetballen. Ja, ik heb toen wel gewoon meegetraind bij Emmen. Het nadeel was alleen geen wedstrijd. Ik moest gewoon tot de winterstop wachten met oefenwedstrijden. Ja, dat was wel frustrerend. Op een gegeven moment in oktober, november besef je het dan wel. Dat is gewoon nadelig voor mij. Ik heb gewoon jaren in die zin stilgestaan. Dus vorig seizoen moest ik ook echt even in het begin aanhaken, merkte ik. Ja. Kijken we even naar de nieuwe selectie hier bij Hoogeveen. Ja, dan stel ik eigenlijk dezelfde vraag als 2 jaar geleden. Toen zei ik toch ook van ja, wel een belangrijke rol voor jou misschien. Ook als leider, hè, je was ook aanvoerder bij Emmen. Je komt heel anders binnen. Ja, nee, ik ben nu inmiddels 29. In die zin voor mijn gevoel ook voetballend gewoon volwassen geworden. Geen domme dingen meer. Ik heb afgelopen seizoen 4 kaarten gehad, gele kaarten. Dus dat zegt ook wel wat. 1 schorsing. Dus ik ben me daar bewust van en die rol neem ik op me. En zowel op training als in het veld, ik laat me altijd wel horen. Dus geen probleem. Ja, en ik sprak net even met Björn Zwicker. Die zei ook al van ja, een brede selectie zegt natuurlijk niks als het natuurlijk over hoe het seizoen gaat verlopen. Nee, we hebben vaker brede selecties gehad en ook bij Emmen merkte ik. En op een gegeven moment heb je ook in augustus de eerste blessures of wat dan ook. Dus dat kun je niet voorspellen. Maar ik merk wel, je hebt nu een brede selectie, dus er is veel concurrentie. Ja, dat maakt elkaar ook gewoon scherper in de groep. Dus ik denk als je elkaar dan scherp maakt, dat je ook gewoon, gewoon goede resultaten gaat halen, ben ik van overtuigd. Vorige keer was het nog 2 keer in de week trainen, nu 3 keer in de week. Is dat geen probleem? Voor mij, ik was het al gewend met Emmen. Ik heb dat toen met Nico gewoon overlegd. Soms kan ik er wel zijn, soms niet. Maar ik heb toen heel veel gewoon kunnen doen, omdat ik woensdag standaard vrij ben. Woensdag was vaak gewoon een pittige training, conditioneel. Ik heb toen gewoon heel veel trainingen gepakt en eigenlijk als ik fit was, speelde ik ook gewoon. Dus in die zin, voor mij zie ik geen problemen daarin. Ik hoor veel lovende woorden over Nico Haak. Kun je eens beschrijven van wat voor type trainer het is? Nico is iemand die vertrouwen geeft. Gelijk vanaf het begin, toen ik bij Emmen zat, nog in het tweede, zei tegen mij dat hij mij graag erbij wil hebben. Heeft hij gewoon gezegd van doe je ding gewoon in je spel en hij heeft je dan gewoon nodig. Dus je hebt wel het gevoel van oké, je moet hem ook wat terug doen. Je merkt gewoon tactisch heel sterk, sfeer, gangmaker, veel humor in trainingen. Ik voelde me eigenlijk gewoon als een vis in het water. Ik voelde me gewoon echt thuis en op mijn plek. Dat vond ik wel heel belangrijk binnen de selectie. Is hij een voorbeeld van een moderne trainer waar veel over gesproken wordt tegenwoordig? Ja. Hij is jong voor een trainer, veel met de jongens, kan er ook gewoon boven staan, dus dat vind ik wel belangrijk. En biedt wel een luisterend oor en luistert ook gewoon echt naar de jongens van wat vinden jullie van deze spelgedachte of spelopvatting. Dat vind ik wel mooi om dat te zien. Ja. Lekker jaar weer bij deze mooie volksclub. Zeker, we gaan nu blijven wat langer als augustus, zeiden we al net. Ik heb er hartstikke veel zin in en op zich... Ik heb straks wel vakantie, maar ik merk dat ik de hele voorbereiding gewoon mee ga maken. Dus dat is voor mij ook dikke prima. Gewoon lekker fit worden en we gaan het zien.